Mensen gaan ons soms verlaten, lieve mensen. Mensen gaan ontroost zijn. Jammer genoeg moet ik ook zeggen dat soms echtgenoten, meestal die mannen, ontroost zullen zijn. Jammer genoeg moet ik ook zeggen dat soms vaders ook ontroost zullen zijn. Ontrouw aan hun kinderen. Jammer genoeg moet ik ook zeggen dat soms ook politieke leiders, die nog meer, ontrouw zullen zijn. Maar het gaat erom, als ze nu artsen zijn, politieke leiders, schoonmaaksters, vaders, echtgenoten, leraren, welke titel ze ook hebben, ze zijn nog steeds mensen. En mensen zijn ontrouw. Maar God, zijn wij ontrouw, Gij blijft immer dezelfde, die Gij steeds waar. Groot is uw trouw, o Heer, groot is uw trouw, o Heer. Iedere morgen aan mij weer betoon. Al wat ik nodig heb, hebt Gij gegeven. Groot is uw trouw, o Heer, aan mij betoond. Sommigen van u zitten hier of luisteren via radio of kijken via televisie. Vandaag nog, op dit moment nog, weet u en kan u zich associëren met deze prediking, dat mensen, of uw echtgenoten, of uw kinderen, of uw vrienden, of uw kennissen, of uw collega's, of uw meerdere in functies, ontrouw zijn geweest aan u. Maar deze God die wij dienen, deze geweldige God, die ik dien en die ik lief heb met mijn hele hart. Ik weet niet van u, maar ik hou van God. Met mijn hele hart. Met mijn hele ziel. Hij is mijn God. Deze God, wanneer anderen ons hebben verworpen, dit in een schoemoro, dan ziet hij iets geweldigs in ons. Lieve mensen, laat ik u zeggen, geef hem een applaus als u dat wilt. My God. Laat me vanuit een mannelijk perspectief praten. Wij mannen zijn trots. Waar of waar mannen? Unelop verteer alles motorito. Anders had dit. Kom hier de man ingere. De sonnetie we kree. Sonnetie. Vrouw, u komt openlijk huilen bij ons. Maar een man gaat niet komen huilen. Er zijn weinig mannen die dat doen. Dat kan de wees doen in Waji. Dat we kree, we sari. We zijn teleurgesteld. Wij mannen zullen misschien niet openlijk komen naar voren en buigen. Omdat we een beetje trots hebben. God moet ons daarmee helpen. Maar wij gaan ook tot God. Wij mannen gaan ook in onze stille momenten tot God. Maar je hebt de oma's maar zij berekend dat man in een ego. Wij huilen ook bij de voeten van Jezus. Wij gaan ook met onze noden. Omdat wij begrijpen dat Jezus Christus alleen is. Die ware vriend. Maar we zijn een beetje trots. Dus de hele oemasma, kom je op wat oemasma die de. Is je opot uw feestie, lek na ununaman. Schijn bedrieg. Schijn. Maar ik weet niet, is bedriegelijker. Wat uw spreekwoord. We weten al dat schijn bedrieg. Deze jammer weer al een pakkie, hij blijft vallen. Omdat men verwacht dat mannen te komen. Een man mag niet huilen. Hij doet alles goed. Dat doen we onze best.
Omdat jammer genoeg u dat soort verwachtingsniveau hebt van ons. Matthijs, je broer snapt zo. Omore en borzo biji. Omore atipchi. Omore rigeri na oso. Omore atipchi. Maar hij heeft misschien, hij weet niet vanwege onze trots. En vrouwen, ik vraag u, ook u die luistert en kijkt via de televisie, bid voor de mannen van Suriname. Bid voor uw man, bid voor uw zonen, maar bid ook voor andere mannen. Want at trots dat ik me kwek was strafo. At trots dat ik me tekkel et tekuno. Maar gelukkig is er een God die mannen gemaakt heeft en ook vrouwen naar zijn beeld en naar zijn gelijkenis. En die zich kan associëren met ons. Die kan begrijpen dat wanneer wij strak en stoer doen. Die bent asoer dat hij. Dat de man taki kon naar achterborst naar voren. Die boek zo. Zo lees alleen bakken had hij. Maar de man taki boek zo. En het is goed. Ja toch, want als je met een vijand dat vijand zie je. Een vijand toch voor jou. Maar schijn is bedriegelijker. Maar we dienen een God die trouw is. En een God die ons niet zal begeven, nog verlaten. En zo wil ik vandaag met u in het woord gaan en een paar levens bekijken van mensen die God in zijn trouw nooit vergeten is. Kort. We lezen over een man Noach. Wie is God de boodschap gegeven had dat hij een ark moest bouwen. En ik wil u vandaag brengen een beetje in die belevenswereld van deze mensen. Want soms wanneer u leest over een verhaal, dan lezen we het maar. Ik weet niet als u zich ooit hebt afgevraagd, Fades Masai Firi. Gadotegi Fimekwa Ark. Hij zegt, maak een ark. En neem 7 paar reine dieren en 2 paar onreine dieren, wijfjes en mannetjes, en laat ze gaan. En neem jouw 7 mensen mee, jouw 7 familieleden, jouw vrouw en jouw zoon en hun kinderen en hun vrouwen. En ga in de ark. Ik bouw een ark zo lang op, je weet niet als het gaat regenen, maar je bouwt een ark. En op een gegeven moment ga je in die ark. Is maar berekend. Noach was aan de boom. Echt waar, hebt u zich ooit in de belevenswereld van Noach geplaatst? Weet u wat er zou gebeuren als ik morgen iets zou beginnen te bouwen? Een ark. Kota gadotei mitidenetti. Steven, over 40 dagen, dat je een beetje bouwen, een beetje ark, ja, vis. Dan tak al de mensen van Logos, komen jullie met mij. God zoekt oude dingen weer op. Ga jullie met me in de ark. Zoals moet ik, amman die zei, libina oude testament. Sap sangamang. Is broeder, nee, in deze tijd zegt men het een beetje diplomatischer. Hij ziet ze vliegen. Hij ziet ze vliegen. Het ene versta je denkt, na vree. Maar goed, het gaat erom, je moet zich Noah voorstellen. En nadat Noah dat gek ding had gedaan, een ark bouwen, dan Noach tik in vrong in pchina de tak dat hij a cholera dem go. En met een paar dieren, en die arme dieren, die volgden Noach trouw. Ja toch, kinderclub, jullie zingen een lied toch van Noach in de ark. Va zingen go baka. Bouw een ark, Noach. Noach. Oh. Kom zingen, zuster. Maak de maar radio hier. Noach bouw een ark. En de dieren kwamen binnen 2 aan 2. De olifant, giraf en de chimpansee. En de dieren kwamen binnen 2 aan 2. Noach bouw een ark. En de regen stroomde neer. En de vloed kwam op.
En de regen stroomde neer en de vloed kwam op. En de regen stroomde neer en de vloed kwam op. Noach bouw een aarde. En Noach was zo bezig. En op een gegeven moment is hij in de ark. De ark. Soms close, maar klap mee man. De ark. Jullie moeten voor me bidden hoor. Dat je daar radio en daar televisie dan als aan komt moest. Zoals bij Lassa Heerbos, kom dat ik mijn broeder, die gaat scoren. Maar goed. En Noach ging toen in zijn ark. En je moet zich voorstellen, lieve mensen. God, de Bijbel zegt, God zelf, hemzelf maakte de ark dicht. En hij deed 40 dagen en 40 nachten in een ark. Je is aan de baard op een ark. Wat u niet weet, mensen. Ik moet zeggen, ik denk Noah plas in een serie. Want de Bijbel praat dat het voordien nooit had geregend. En ik weet van mezelf, die ben nou op Timboy, daar bliksem bari. Fossi, na zo met Adoro Naki Bama. Ik had een vriendin dat bij Longo onder een baby, Kokibri. Dus ik kan me voorstellen, in die belevingswereld van Noach, hoe hij zich voelde. Amai hier is aan Amai vier, abote gozo, ala sorsani. Het was een moeilijke periode voor Noach. En de Bijbel zegt 40 dagen en 40 nachten. En in Genesis 8 vers 1 zegt de Bijbel, toen gedacht God Noach en al het wilde gedierte en al het veel dat met hem in de ark was. En God deed een wind over de aardse strijken. En u kent het verhaal. God gedacht Noach, dwars door alle dingen heen, dwars door die stormen, dwars door die situaties, dwars in Lampoen naar beneden. Dus hij was in een ark, dus misschien was het ark donker. Maar de Bijbel zegt, God gedacht Noach. En je moet rekening houden, wat u niet leest in de Bijbel, maar wat je je kan voorstellen, is dat toen die vloed hoger werd, dat Noach en Jerem brada en bari, na mi djebel opadoro, na mi kio opadoro. Maar God zelf had die deur gesloten. Hij hoorde het tieren van de mensen. Hij hoorde de mensen krijnsen, de mensen bang, de mensen doodgingen. Hij hoorde dat alles, maar God had de ark gesloten. Dus Noach heeft live meegemaakt hoe mensen schreeuwden, hoe mensen doodgingen. Hij zag het oordeel van God over de aarde. Maar de Bijbel zegt, deze God van trouw, gedacht Noach. En u kent het verhaal. Hij gedacht Noach en hij zorgde ervoor dat Noach weer op droge plekken kwam. En Noach kon dan in een nieuw verbond met God de aarde hervermenigvuldigen. Mensen, wat u ook meemaakt in uw leven. De essentie hier in dit verhaal is dat Noach alleen was met zijn familie. Wij die vaak in de kerk zitten en zeker zitten in volle evangelie gemeenten. Toen tek Jezus aan, like heiland en verlosser. Toen wan libi serieus. Begint men direct te zeggen, ik wou of de extreme church baga. Pego, logos internet, broer Steven, ik maak je bari zomaar. En dan sap zingen mij, zing toepaar draai. Maar er is een verschil tussen zingen en aanbidden. Sommige mensen kunnen zingen, maar ze weten niet aan te aanbidden. Maar anderen weten niet te zingen, maar kunnen wel aanbidden. En Ingrid Mambo, I rest my case with that. Maar het gaat erom, mensen, dat mensen afstand nemen van u. Dat mensen niet meer met u willen bemoeien, omdat u gehoorzaam bent aan God. Want Noach was gehoorzaam aan God. Was maar vertel me een verhaal dat hij denk sma trouw en trouw dat die trouw dan de man dat oké, ik trouw nou, maar dan zou het doen nou
Die troost, op dat je gaat kerken, maar no uwan voel. Ik doe dat zo'n voel. En daar ze geweigerd heeft, dan een familie draaibaga, dat huwelijk naar bed doen bemoren. Toen was het hel op aarde tot de echtscheiding. Mensen, met een jongen weer. If a jongen wat jari gaat winnen, die prengen, bonu prengen, zo alle dat soort pray ding. Let go. You don't need it. Just let go. Liever ga je alleen naar de hemel dan met z'n beiden naar de hel. Amen. Dit is de tijd waarbij wij niet moeten treuren om dingen. Is maar een skotie, if you go naar church, dat moet skotie. Bedank de Heer dat dat skotie. Tuurlijk. Sommigen zijn gekomen om te blijven. Sommigen zijn gekomen om te. En het probleem die christenen hebben, we proberen ze te houden. Alles heeft een seizoen. Alles heeft een moment. Wanneer ze moeten gaan, hou ze niet tegen. Laat ze gaan. Laat ze gaan. Belangrijk is dat u moet weten dat u een God dient die trouw is. Hij is trouw. Er is niemand op aarde die iets gedaan heeft om God, zegt Jezus. En God heeft hem niet gezegend. God gaat u zegenen. God gaat u geven wat u nodig hebt. God gaat u, de Bijbel zegt, als u om hem leidt, dan zijt gij zalig. Want de heerlijkheid van God is over u gekomen. Zo eenvoudig is het. God gaat u iets beters geven, omdat God een trouw God is. Nakas man is het, tak weet die nu een trouw gaat door. En Lucas maakt die moeilijk tegen ons, maar en dan verander. En tegen mij zegt dat je verandert wel, maar God niet verandert. Hallo, mensen veranderen, dat is geen probleem. Want mensen zijn mensen. De Bijbel zegt in Genesis 19 vers 29. Is het verhaal van Abraham en Lot. Toen God de steden der streek verwoestte, gedacht God Abraham. Gedacht, u ziet het woord gedacht weer. En hij leidde Lot uit het midden der omkering, toen hij de steden waarin Lot gewoond had omkeerde. Ik ga nog een tekst lezen. En dan ga ik mijn focus letten op iets. De Bijbel zegt in Genesis 30, vers 22. Toen gedacht God Rachel, en God verhoorde haar, en hij opende haar schoot. Wanneer we kijken naar deze drie personen, Noach, Abraham en Rachel, dan zien wij dat God telkens weer terugkwam op iets. Hij gedacht hen. Met andere woorden, er was eens tussen God en de personen een relatie, of er is een relatie tussen God en de personen. If you want God gedachte, ya relaat sanga gado. If you want God de trouw nanga you, ya relaat sanga gado. Wat u moet begrijpen, lieve mensen. Elke keer dat u zal lezen in de Bijbel en God gedacht, en u gaat het verhaal, het levensverhaal van deze mensen bestuderen, dan zal u merken of deze mensen hadden rechtstreeks relatie met God, of deze mensen waren in het verbond van God. Dat is heel belangrijk. Kom straks daar. En ik weet dat u heel blij zal zijn wanneer u dat gaat horen. God had Abraham beloofd tijdens de voorbeden van Abraham. Nusma, ik ga Lot coveren. U ziet dat er relatie was. U ziet dat ze met elkaar hadden gesproken. U ziet dat, daar is het niet letterlijk dat Abraham op zijn knieën ging om te bidden. Maar Abraham sprak wel tot God. Hij deed voorbeden voor Sodom en Gomorra. Bij Rachel weten we dat God Jacob had gezegend. En als God Jacob gezegend had, dan kon het onmogelijk zijn dat Jacob zijn vrouw onvruchtbaar moest. Anders dat Jacob naar de gezegend toch. De Bijbel zegt in Deuteronomium 28.
wanneer wij zullen doen al de geboden die ik u gegeven heb. En gij zult onderhouden al de geboden die ik u bevolen heb. Gezegend zult gij zijn. De vrucht van uw schoot in het land, noem maar op, er zijn een aantal zegeningen. Het komt erop neer dat elke keer dat iemand gezegend is, dat het moment zo'n persoon zich associeert of trouwt of is met iemand anders, dat die zegen kan overslaan. Jacob was gezegend, waardoor automatisch Rachel ook gezegend moest zijn. Maar vaak genoeg lijkt het, en ik heb een boodschap voor u, dat wij een trouw God dienen, lijkt het dat u onvruchtbaar bent. Lijkt het alsof de dingen die u doet, dat er geen opening komt, dat er geen doorbraak komt, dat er geen overwinning komt. Ik heb goed nieuws voor u. Met wie hebt u zich geassocieerd? Met wie? Zoals mijn twijfel. Met wie hebt u zich geassocieerd? Met Jezus. Is hij gezegend? Hij is meer dan gezegend. Hij is de zegen zelf. Dus elke keer dat u zich geassocieerd hebt, of laat me het anders zeggen, is de gemeente de toekomstige bruid van Jezus? Ja of ja? Ja of ja? Toch, want het is mijn bar nee. Ik heb gezegd ja of ja. Wij zijn de toekomstige bruid. Of laat me het anders zeggen. Wij zijn de bruid van Christus. En net zoals Rachel of Rachel de bruid was van Jacob. Dan kon het onmogelijk zijn dat Rachel onvruchtbaar bleef. Ze was wel onvruchtbaar. Zo zal het ook onmogelijk zijn voor u. Dat u onvruchtbaar zal blijven. Gelooft iemand dat? U zal niet onvruchtbaar blijven. Zolang u in relatie bent met Jezus Christus, dan zal u vruchtbaar zijn. Dan zal u vrucht dragen. Dan zullen doorbraken komen. Dan zullen overwinningen komen. Dan zullen nieuwe dingen komen. Dan zal u gezegend zijn in alles wat u doet. Amen. En God stopt niet daar. De Bijbel zegt iets moois. In hetzelfde hoor. Genesis 21 vers 1. Hetzelfde bijna. Maar laat me u die voorbeelden geven. De Heere bezocht Sarah. Zoals hij gezegd had. En de Heere deed aan Sarah. Zoals hij gesproken. Is hetzelfde, maar we gaan een beetje dieper erop. Hier heb je het woord gezegd. En gesproken. Zijn er mensen hier. Die ooit eens iets van God gehoord hebben? Zijn er mensen hier die beloften hebben van God? Heeft God ooit eens tot u gesproken? Heeft God u ooit iets beloofd? Zal hij dat doen? Is hij trouw? Tuurlijk is hij trouw. En de Heere zal u bezoeken. Als de Heere u iets beloofd heeft, is hij verplicht. Meer dan verplicht om het te doen. Want hij is God en hij kan niet liegen. Er is maar één leugenaar. En zijn naam begint met een S. Satan. Anne Steven. Satan Utaki. Als we maar bereken S, dan maar bereken O, Steven. Satan. De leugenaar. Maar wij dienen een God. Die is de weg. De waarheid. En het leven. Hij is de waarheid. En je ziet het. Wanneer je teruggaat naar hoofdstuk 19 en 20, wij gaan dat niet doen. Dan zie je dat God belooft aan Abraham dat binnen een jaar zal Sarah bijdrage hebben. Suriname, hier is mijn bijdrage. Wat? Voet je bijjes maar zijn arke via radio. Sarah bo abbere. Dan moest je verstaan. Ze zou zwanger raken. Je hebt alle soort mensen die luisteren. Dus met je pa moesje of mee. Want Jozef is zwanger. Abere. Ze zou zwanger raken. Maar ze kon niet zwanger raken als God niet had gesproken. Lieve mensen, wanneer God gesproken heeft en u gelooft hem, dan zal alles wat hij u gezegd heeft in vervulling gaan. In vervulling gaan.
Ik zei in vervulling gaan. Geef een applaus. En weet je waarom? Niet vanwege ons. Dat mij loopt voor God. Weet je dat alles wat God doet niet vanwege ons is? Veel mensen nee, verstaan dat niet. Meer dan genade. Hij doet om vanwege zichzelf. U kent het verhaal toch? Waar Mozes tegen God zegt, als je dit volk van Israël vernietigt, dat je hebt uit Egypte hebt gebracht. Die landen zullen zeggen, andine bij mancha de guida beloofde land, de tjirde in een woestijn. Mensen, ik heb goed nieuws voor u. Als God u iets beloofd heeft, in odede. In odede, maar God zal het doen. Ja toch? U bent gezegend door deze trouwe God. Ik ken mensen die een huis hebben gebouwd en nooit erin hebben gewoond. Omdat ze niet gezegend waren. Maar wanneer u gezegend bent, dan hebt u de garantie van God. Dat hij u zal zegenen en dat alles wat hij u beloofd heeft, dat hij het zal doen. Want hij is een trouw God. Hij is een goede God. Hij is een rechtvaardige God. Hij is een geweldige God. Hij is een machtige God. Hij is een God die trouw is. Lieve mensen. Sommige mensen denken, als ik kijk naar die problemen die ik heb, dan nou met jij. Jij hebt dat gezegd. God heeft dat niet gezegd. God heeft gezegd, gij zult niet sterven, maar gij zult leven. Ja, maar als ik kijk naar mijn situaties, dat heb jij gezegd. Mijn God zegt, wanneer jij zijn geboden onderhoudt en zijn wetten overpeinst, bij dag en bij nacht, al wat gij zal ondernemen, wat zal er gebeuren? Wat zal er gebeuren, mijn schat? Het gaat gelukken. Lieve mensen, het probleem is nooit God. Hij is trouw. De man takken moro mooi baka. Hij is getrouw. Ergens schreef Johannes in Openbare de getrouwe. Hij noemt God de getrouwe. Wanneer God iets belooft, doet hij dat. Ik heb niks te maken als dat ding blauw of zwart of wat dan ook mag zijn. If God o taki, God o edu. Hier staat een jonge man. Toen anderen niets in hem zagen, had God hem gezegd vanaf 1992, ik zie iets in jou. En vele jaren, behalve misschien mijn apostel toen en mijn persoonlijke vrienden, zag niemand iets in mij. Ik werd genoemd de rebel. Heel wat namen. Maar er is een verschil wanneer iemand je noemt rebel. En jij zegt, nee, ik ben een man Gods. Je kan me noemen zoals je wilt. Maar zolang ik dat niet neem, gaat het nooit en te nimmer macht over mij hebben. U kan zeggen, ach, dat is een sicky man. Maar mijn woord, de Bijbel, of Gods woord, de Bijbel zegt, dat is een heilige. Dat is een geliefde. Dat is een gezalfde. Dat is een dienstknecht. Dat is mijn oogappel. Wat accepteert u? Ik kan tak zijn, Wani. Tee weer is een stop tachi. Bij is matak meka taki. Ta weer is een jabra. Maar u moet ervoor zorgen dat u nooit en te nimmer, wanneer mensen dingen zeggen over u, of u titels geven. Hoe is dat de moeilijk titel toch? Hoe nog haar ding? Het is niet waardig om ze te roepen. Ze hoeven niet open mijn lippen te zijn. Wanneer mensen u bepaalde dingen, dus u willen associëren met bepaalde dingen,
Niet accepteren. Zeggen wat God wil. Want God is trouw. De Bijbel leert ons het verhaal van Hanna. Hanna ging naar God. Sprak tot God. En die voorganger stond daar. Eli heette hij. Hij was een goddeloze voorganger, zegt de Bijbel. Maar toch als haar Hanna. Tegen Hanna, alles wat je de Heer gebeden hebt, zal hij je geven. En omdat hij een man Gods was en haar gezegend had, zegt de Bijbel dat de Heer Hanna bezocht. En een zoon gaf. En hem Samuel noemde. De Bijbel zegt in 1 Samuel 1:19. De volgende morgen stonden zij vroeg op en bogen ze zich neer voor het aangezicht des Heren. Daarop keerden zij terug naar het huis te Rama. Toen Elkanah gemeenschap met zijn vrouw Hanna dacht de Heer aan haar. Sommige mensen, u bent hier vandaag en u ziet het niet meer zitten. Maar God denkt aan u. Zeg, God denkt aan u. Net zoals hij gedacht heeft aan Abraham. Gedacht heeft Sarah. Gedacht heeft Rachel. Gedacht heeft Noach. Is dat, weet je aan wie God nu denkt? Kom op, hij denkt aan mij. Aksas Manei zei, weet je aan wie God nu denkt? En wat moet je antwoorden? Hij denkt aan mij. Want soms maar, als het openbaar, God denkt aan mij. Hij denkt aan jou. Toen God mij dit woord gaf, ik wou prediken over het koninkrijk. Maar God zei, ga en zeg mijn volk dat ik een trouwe God ben. En zeg dat ik ze niet vergeten ben. Mensen, God denkt aan u. Mina sap sa yanga gado abi. Maar mi sap dat gade prakseri. Hij denkt aan u. Als je nu heet Sharon. Als je nu heet Lillian. Als je nu heet Kobe. Als je nu heet Wisotne Yabi Roberts. Hij denkt aan jou. Het schijnt vreemd, hè? Farida, hij denkt aan jou. Hij is je niet vergeten. Laat me u eerlijk zeggen. Ik ben altijd een eerlijke man. Sommigen van u zijn leden van de gemeente. En we noemen nog een sani, want mano gado. Ik ken uw naam niet. Ik ken het gezicht wel, maar soms kan ik die naam niet plaatsen. Achter dat gezicht. Sommigen van u sms'en me. En ze nemen aan dat ik ze ken. En mijn shen, zo lees je dat met agui. Ja toch? Dat de schrijf je netjes, ja, dat je beledigd me. Broeder Armand, dat met ik, oh. Pam, noem maar, sorry, dat ik mazra je me. Maar dat is de mens. Maar ik heb goed nieuws voor u. Ik heb dus afwezig Henk, als dat naar Henk Durham. Dat is afwezig Maurus, als dat naar Maurus Grootvam. En zelf die haren die niet op zijn hoofd zijn. Heeft God geteld. Lieve mensen. Laat me een beetje, nou, de Hollands die zo naar de moro. Maar God gedacht u vandaag. Misschien dat dat grammatica een boom, maar je verstaat me. God gedacht u vandaag. Hij denkt aan u op dit moment. Hij heeft zijn woord gezonden om u te herinneren. Ik ben die trouwe God van Israël. Die wanneer ik ja zeg, zijn ja is ja, zijn nee is nee. Hij is een God die wanneer hij beloofd heeft, zal hij niet doen wat hij beloofd heeft? Tuurlijk zal hij doen. En ik wil mensen, geef hem een klap over ja. Ik wil mensen vandaag helpen. Wanneer je gaat naar Exodus
2 vers 24. Dan zie je dat al lijkt het heel lang geleden dat God in uw leven gesproken heeft. Maar dat God u niet vergeten heeft. De Bijbel zegt, en God hoorde hun klacht. En God gedacht aan zijn verbond met Abraham, Isaac en Jacob. Dat verbond was ongeveer 430 jaar geleden gemaakt. En God keek naar beneden en zag het volk van Israël klagen en jimmen. Misab dat is nog dan de Bijbelschool, man. Maar wie is je klagen? Toch gade arki. Hij heeft niet gezegd, hij hoorde hun gebed. Hij hoorde hun klacht. Dus soms hun gejammer. Soms abu voet jimmen vis kado. Soms abu klagen vis kado. Tak gado je vergiet me nog. Pas als hij zat met dat 40 jaar ipa. En die tijd mee, je moet maar een paar jongen de. Zegt tegen de Heer. En heeft jouw man een grip. Masra, paar prinsesje de, minesje de. Soms is het goed om te klagen. En in een arkisa grond tapoe takie, ik laat klagers klagen. No. Wanneer u klaagt bij God. U uw klacht bent. En ik ga u straks tonen wat die klacht is. Die klacht is niet zomaar een klacht. Die klacht is een geweldige klacht. Omdat het een Bijbelse fundament heeft in zich. Want wanneer die klacht werd gedaan, zegt de Heer direct, en God gedacht aan zijn. Dus als ze niet geklaagd hadden, kon God het verbond niet gedenken. Soms moet je klagen. Soms moet je klagen, zodat Kado kan herinnering aan verbond, aan afspraak. Laten we snel rennen. Wat zegt de Bijbel? In Jesaja 43 vers 26. Mensen, alles wat God u beloofd heeft, zal hij doen. Maar soms wil hij hebben dat u hem zegt. De Bijbel zegt, maak mij indachtig. Met andere woorden, herinner mij wat ik u gezegd heb. Sommigen van u ontvangen niet, omdat God en Luku. Kom kontja, zo kom prikken die de smadisi. Gado el lugu even je briebing. En te je briebing gado, dat zei je doe, tak gado. Ik ben tak abo, ik mibo draai libi tok, maar jongen, nee, draai libi te seipsa. Dat gado etaki, even geduld. Even geduld, mijn gedachten zijn niet uw gedachten. Mijn wegen zijn niet uw wegen. Amen. Zolang u teruggaat, de Bijbel zegt, breng mij in herinnering alles wat ik u beloofd heb. Je moet hem in herinnering brengen. Wanneer ik het niet meer zie zitten, dan ben ik aan gado met dat gado. Ah, je tegen me 1993 dat me botrouw aan mijn gado. Toen ik nog in de banken zat. Maar mijn is hier niks. Nou, maar niet lukken me. Gado takken me, nou even de lukken, want mijn bouw je karakter. In juro no dorete. Maar pester is ik kar alle mama ne lukumi. Ik ga andere weg met jou. Lieve mensen, God gaat zijn eigen weg met u. Dus if you got a passie dat go nang ama. Klap jasma, breedi nang asma. Maar heeft zijn eigen weg. Die hij met u persoonlijk gaat. Gelooft u dat? Geef hem een klapoffer. Zijn eigen weg. Omdat Jaius, broer Jaius, ouderling, jouw relatie met God is niet dezelfde als de relatie die zuster Margot heeft. Zuster Vroom, uw relatie verschilt helemaal met de relatie van zuster Van Engel. Zo eenvoudig, Brian, jouw relatie met God verschilt totaal met de relatie van jouw vrouw, Margo, ja toch, met God. Dat na fout zou je Mickey. Wij proberen onszelf te vergelijken met anderen. Maar is dat vast mijn beetje? Is dat vast mijn takanga gado? Is dat vast mijn herinner gado? Die persoon is origineel. Ja. Mijn vriendin, zuster Wilsterman, uw relatie met God verschilt hemelsbreed
met die relatie van Stephen Samson en God. Omdat u twee verschillende individuen bent. De manier hoe u praat tot God, broer Vroom, verschilt helemaal dan van Rajane Takangado. Annemarie, afas van u et Takangado. Of verschilt helemaal like van zuster et Takangado. Mensen maken vaak de fout om naar anderen te kijken, waardoor ik kan kiezen Jarusu in uw ati. Als God een blessasma, breed ik asma. En terwijl God een blessasma, dan heeft hij God een faf doof me. Hey, wat een doof me kong. Wanneer is mijn tijd aangebroken, Heer? Amen. Word niet jaloers. Wat zegt Gods woord? Kom ook even Sabu Bijbel. De eerste. Wat zullen de eerste zijn? De laatste. En de laatste. Dus liep de handje de voorste. Look on. If God bless us, man, no, dan wa wajib na PA. Amoy. Amoy, a wajib moy PA. Uda PBBA. PB. Ma, where she thought that the model for no more tranga. Dus if you want to pay B of you pay A, take it. Maar te PC dan ga PC dan ga PD door. Want kan de jong op een mooi wagi, maar de desnees in een poti, van de kar de mooi zijn in een wagi. DVD giu. Maar naarmate het steeds trekt, krijg je meer geweldige dingen. Vroeger als je wagen kocht, de je bij een leeg. Nou, if je bang, allemaal kies radio. En ik profiteer dat velen van u wagens gaan krijgen met DVD-player. Want het beste van uw leven is niet achter u. Het beste van uw leven is voor u. Your best is yet to come. Maar wat moet u doen? U moet niet klagen. Negatief klagen. Maar u moet positief klagen. U moet zeggen, gado, dat is gado. Na 20 jaar met die niet. Nee, doe niks. Maar is dat Bijbels? Laten we daarmee eindigen. Ga met mij naar Nehemia. Ik wil een paar mensen bemoedigen vandaag. Zeg tegen de persoon, God is trouw. Alles wat je gedaan hebt, heeft hij onthouden. Want hij vergeet niet. Hij is geen pastor Steven die vergeten is. Zo is het. Het is lachwekkend. Maar ik ga mezelf nooit met God vergelijken. Denk als maar de pastor Steven. Abo belly verleden. Afergiti. Bij deze mij verontschuldigingen. Want zoals maar met ik bel u terug. Maar vergiet helemaal. Het is pang. Maar God vergeet niet. Als hij u beloofd heeft. Kom on, je mag er een klap over. Nehemia, 13 vers 14, etaki. Als Nehemia geweldige werken voor God gedaan heeft, heeft God zijn muur, alles die daar was, heeft hij gerestaureerd, hersteld. Dan aan het einde, geloof ik, van dat boek, dan bidt hij en zegt hij bepaalde dingen. En hij zegt, gedenk mij mijn God hierom. En wist de weldaden niet uit die ik aan het huis van mijn God en aan zijn instellingen bewezen heb. Nehemia herinnert God. Dat wat jaren kon je naar tegen die zie. Gada mi jebouw osso die sierra. Sadeka Logos International. Dus osso nee, kei mooi zo dan. Me rein wang kape. Zot bouw jara dati. Kape ya. Bijna 100 jaar wajabi. Bouwers aan jou ben moeilijk. Ben juki. Amen of wat jij pay. Gado is sabi toch. Die nekste ben dit jaar zo. Na mina mama sabi je 1000 euro of 100 euro of 100 golo. Maak hem indachtig. Nehemia heeft dat gedaan. Hij heeft het een beetje. Is dat de man fossi. De ding dit is gado toch. En ik heb 10 diplomatisch. En het eigen gado opa tak.
gedenk mij God hierom en wis de weldaden niet uit die ik aan het huis van mijn God en aan zijn instellingen heb bewezen. Nou, gewichtig man, ja. Maar je sabit ook, je moet abrabojirete, je kan ook aan het vergeten, je sabit ook, en je bepot aan drie barki. En je skeer nou nou de. Want abrabroji man kan de, wat hoeft de scoro, Flora man scoro. Abrabroji man, we raken op de pangade Flora man. Maar om die boodschap duidelijker te maken, dan je takkenlijk van die je amor makkelijk tegenkant. Ga door miskeer. In ook tegenkant, gedenk die weldaden die ik uw kerk bewezen heb. Je hebt sommige broeders en zusters die dat wel doen hoor. Tede ga door voor de tak direct. Heere God, ik zit in problemen, help me. De go wel edelachtig bar, heren. U kent mij, u bent hoog gezeten op die troon daar. Dan ga je dat keer tegen me zeggen, you know, want je weer me in. Maar ik denk dat soms God zegt, ga je gang. Ik denk, je chis me, ik denk, je koor me. Maar lieve mensen, in vers 22 gaat hij verder. Ga naar vers 22. Ook beval ik de levieten dat zij zich zouden reinigen en de poorten zouden komen bewaken om de Sabbatdag te heilen. Gedenk mij hier om mijn God. En ontferm u over mij naar grote goedertierendheid. Je moet doorgaan toch? Naar grote goedertierendheid. Ja toch? U moet begrijpen dat God een God is vol van goedertierend. De Bijbel zegt in 29 dat hij weer praat erover, als aan vastdrappen. Gedenk mij God dat zij het priesterschap en het verbond van priesterschap van de Levieten hebben vervlekt. Eveneens 31 voor de levering van hout op vastgelegde tijden en eerstelingen. Het gaat erom, ik heb een paar teksten eruit gehaald, dat wanneer Nehemia komt bidden tot God. Sommige mensen zeggen, je moet dingen voor God doen omdat je hem lief hebt. Jeremy, met tegen Gadoara, Gado Luguno, na laatste money, mi poti na offer jara. Im Lugumi. Zie je? Is je normaal? Allemaal loes me direct. Laten we nu heugelachtig doen, no? Als je geen geld hebt, is Abardi Masra Masra, u bent de voorziener. Weet je wat de Heer gaat zeggen? Weet ik. Ja, heren, u bent u zal voorzien. Weet ik. En ik denk dat de Abibtjes nezen in ook toe. Oh, dat komt to the point. We zijn gemaakt naar Gods beeld en Gods gelijkenis. Dus God Abibtjes blakken maar ook dan Abibtjes Maron. En Abibtjes Hindustani. En Abibtjes Jampanezi. Hij heeft alles in zich. Dat God het tegen je komt to the point. Zayuwani. Play om ons nezen tapa ook. Zayuwani. Taki, 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 voer, voer, voer. Lieve mensen, je moet to the point gaan. Als je huis nodig hebt, zeg tegen de Heer: Heer, ik zei in uw koninkrijk, ik geef in uw koninkrijk. Maar als ons aan midden, ja, of van dat taboe, maar wat doe ons van nodig? Dan gaat God antwoorden. Amen. Maar Chinese broeders begrijpen dat toch? Tegen ons nezen, wie dan een lange bertora, maar dat jongen, time is money, come to the point. Wat wilt u? Ja toch? U moet specifiek zijn. U moet de Heere zeggen wat u wilt. U moet hem herinneren, zegt hij. Maak mij indachten. De dingen die hij u beloofd heeft. En Nehemia gaat verder. Hij zegt, je moet hem ook zeggen wat je gedaan hebt in zijn huis. Huh? Laat me nog één tekst nemen. Handelingen 10, vers 31. Alles wat je doet in Gods huis, weet God. En schrijft u op, hij is trouw. De Bijbel zegt daar, en zie een man stond voor mij in blinkend kleed en hij zeide, Cornelis, uw gebed is verhoord. Dus u hebt gebeden. En aan uw almoezen is voor God gedacht
geworden. Zo Hollandse dat hij. Is voor God gedacht geworden. Iemand heeft eraan gedacht en heeft God gezegd. Cornelis eji almoese. Zo zijn de engelen daar en zien alles wat u doet. Ik ga geen offer nemen, soms maar bij je zwaarder visie. Maar ik wil, ik wil u zeggen dat alles wat u doet in dit huis, God ziet. En God niet vergeet. Maar soms wil God hebben dat u hem herinnert. Want hij is een trouw God. Maar soms wil hij hebben dat u specifiek bij hem gaat en zegt, Heere God, ik ben in nood. Ik zie het niet meer zitten. Ik heb een auto nodig. Masra, awa jo fada strati. Iwan fipke rewa wajid awa jo fada strati. Ja dan. Want weet je, het is een schande voor de Heere. Als je in een huis woont. En dat als je zo goed vadon. Dat je poten een beetje saldra op afwisselen. Jezus houdt van u. Dat is maar zijn psaadijtak, maar dan, hoe komt het dat hij niet van u houdt? Weet u hoe dat komt? Gij hebt niets, omdat gij niet gebeden hebt. Heel wat mensen geven God zijn naam problemen. Want sommigen van u zeggen, God don't bless me, want meneer God church if God don't bless you. Wel, meneer God church if God don't bless you, dat ik kan sabi. Want je bent of gezegend, of vervloekt. Dus if you need a kerk if I bless if God in the boonja sref srefi. Me want make God bless me all day. And bless me. And bless me. And bless me. And bless me. And bless me su. And bless me MP. And bless me. Amen. Te me waka kon dem bar bless you boy. Kon bless you boy. Kon bless boy. Kon bless you boy. Want als je gezegend bent. Wat God gezegend heeft, kan niemand vervloeken. Mag ik een amen horen? Dus wie is wat goddeloze aan? Vervloek me. If God bless my man, en dat hij. Daar vloek ik om, dat engelen tak no. God bless my man, die de man. Dat ik God horen. Wat God gezegend heeft, kan niemand vervloeken. En daarom, lieve mensen, is het belangrijk dat u gaat tot God. Als u sommige dingen niet ziet, uw genezing, uw financiële doorbraak, uw overwinningen, u hebt geen blijdschap, u bent altijd depressief. U bent in de Heere, maar u loopt met zelfmoordgedachten. U bent in de Heere, maar u hebt constant echtscheidingen en gaat in relatie op relatie. Was aan de boom. Er is iets fout. Dan is de tijd aangebroken vandaag. Was man als man zegt dat vandaag. Today. Dat today. Na you day today. De player. Vader man betaki. Na mi day today. Het is tijd voor u. Dat u God gaat zeggen dat Heer, ik ga dit niet meer accepteren. Mijn broer neemt die nu naar mijn relaxes. Dat mij neemt die nu naar mijn relaxes. Of tegenwoordig, jouw trouw wat je voetes. Dat betekent, je wakker. Ik ben ervoor wat je dat voetes. Abidjanin. Lieve mensen, kan niet. Wanneer God u gezegend heeft, daarom wil op de EBG formatief methode, dan kan je met trots zeggen, tel uw zegeningen één voor één. Tel ze alle en vergeet er geen. Tel ze alle. Noem ze één voor één. En ge ziet Gods liefde dan door alles heen. Mijn vrouw een zegening in de vertel, dat vind je doen. Mensen, laat de wereld u niet voor de gek houden. Die God die wij dienen, wil ons zegenen.
moeilijk mee. De God die wij dienen, wil ons zegenen. Amen. Hou oren voor je koot, moeilijk mee. Is menselijke reis. Halleluja, 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 halleluja. Prijs nu de Heer. Halleluja, 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 halleluja. Prijs nu de Heer. Prijs nu de Heer. Halleluja. Prijs nu de Heer. Halleluja. Prijs nu de Heer. Halleluja. Prijs nu de Heer. Dat nafi vergita verkoot. Lieve mensen, als u uw zegeningen niet kan tellen. Mensen, ik doe niet. Hoe moet je van je kara woord? Heer, help me. Hoogmoedig. Dat is het woord. Ik ben een heel nederige jongen. Maar als God mij zegen, ga ik die zegeningen tellen. En ik ga zijn naam eer geven. Met minesi plessie ik kom. Mio kwakado. En zeggen, Heere, u hebt gezegd dat als ik u dien, zoek eerst mijn koninkrijk en mijn gerechtigheid. En alles wat ik bovendien nodig heb, zult gij mij schenken. Maar meneer Schenkado, dat gaat ook met die voor zijn biggie. Dus dan moet u nu uitkijken. Wil iemand uitkijken naar zijn zegeningen? Ai, misschien dat wakka? Wil iemand uitkijken naar zijn zegeningen? Wil u uw zegeningen tellen? Zeker weten? God wil u zegenen, mensen. Ik wil u vragen, als u straks naar huis gaat, al ga u klagen, maar herinner God. Sommigen moeten de Heer zeggen, Heer, ik ben al 20 jaar in de kerk. Jezus is zo lees, Masra. Amazaf misrevet, je pot money nomo ja kerki. Na broeder Stefanie Lopso. Una nyasref moeite, je pot money pad, je pot die tiende bas. Na saf yang a broeder. Are you better? Sister tak amie tak pastor. Zolang een pura tiende man lief heeft, dat je cara moet je broer Steven bagage. Maar je moet man lief zeggen dat die adino sabi. Na tiende is met die de itron chef fib afdeling. Na tiende is met die dat die Johannes Vuno na bachelor. Na tiende voel met die is die meisje Vuno. Vind een rijke jongen. Mensen, u weet niet wat uw financiën kan doen. Het gaat niet om het geld. Het gaat erom dat u gehoorzaam bent aan God. En wanneer u gehoorzaam bent aan God, dan gaat God u zegenen. De Bijbel zegt, u zal gezegend zijn in uw land. Gezegend zal u zijn in uw school. Gezegend zal u zijn op het veld. U zal zijn in het hoofd. En niet een staart. Wil iemand zo die zegen hebben? Wil iemand dat soort zegeningen hebben? Dan moet u bidden. Gaat u met mij staan. Laten we bidden vandaag. Ik wil u vragen om onder deze salving de Heer te zeggen. De dingen die u gedaan hebt. U mag klagen. En op zeggen, Heer, u ziet het. We zijn trouw aan u. Maar meneer Sjaad doorbraak. Ik wil die doorbraak zien. 2011. Na 2012 moest dit treffen. Sommige mensen, u van de Karasani. Kerst is altijd zo armzalig. Roep tot God. Ik was mijn belly gewoon dat. Dat me begi dat assas view aan de lopje. Sa belly dat. Elena! Mina sam sam sa. Maar me zet maar 100 euro die.
dan me begi dat kan de naos pas aan de takang ei tiara. Tak na sap sam sama. Mi wiki en die wiki akan voor mij part. Dat ik misschien tegen me. Dat me zijn we 100 euro duw. Daarom aan de sap dat na Jezus tegen. En het gaat niet om de financiën. Het gaat erom dat God, terwijl wij zo meteen gaan bidden, in beweging komt. Voor u en voor mij. Ik heb het ook nodig. Ik heb het ook nodig. De gemeente heeft het ook nodig. Suriname heeft het ook nodig. Strek u uit. Laat me voor u bidden. Voordat u gaat bidden. Maar big you want to geloofsgebeden. Vader, ik bid dat mensen die hier percelen hebben. Dat die vinden olie op de perceel. Dat die vinden goud op de perceel. Ik bid mijn God dat iemand plotseling interesse heeft en het dubbele willen geven voor hun bezittingen. Vader, ik bid dat er doorbraken zullen komen. Ik bid dat er overwinning zullen komen. Ik bid mijn God ook voor geestelijke zegeningen. Dat kinderen die nog niet tot bekering zijn gekomen, dat ze tot bekering zullen komen. Kinderen die nog gered moeten worden, tot bekering zullen komen. Ik bid voor mannen die het licht nog niet hebben gezien. Was maar barna mi masra itaki. Als het uw man is, barna mi masra itaki. Nakas man is itak na broeder begi gimi masra no no de. Come on. Broeder begi gimi masra no no de. Maar gado me begi gimi masra di sano dry libete. Al die echtgenoten die nog niet tot bekering zijn gekomen. Ik bid dat binnen 1 jaar na vandaag. Dat ze tot bekering zullen komen. Als u dat geloof geeft, de Heer een klap offer. Halleluja. Ik bid voor het onmogelijke, mijn God. Mensen die nooit een huis hebben gehad. Nooit een perceel hebben gehad. Maar die zaaien in uw koninkrijk. Die geven aan uw volk, mijn God. Die uw werk bouwen, mijn God. Open deuren die gesloten zijn, mijn God. In Jezus' machtige naam. Vader, ik dank u wel, mijn God. Dat mensen u zullen zien vandaag. Als die getrouwe God. Als die geweldige God. Als die God die strijdt. Als die God die in staat is. Om net als hij geantwoord heeft voor Abraham. Na een belofte van 25 jaar. Dat hij die belofte in vervulling deed gaan. Ik bid voor iemand hier. God heeft u iets beloofd. Langer dan 20 jaar. Ik bid tot u God dat dat in vervulling zal gaan. Ik bid mijn God voor mensen die u langer dan 10 jaar dingen hebt beloofd, dat het in vervulling zal gaan. Vader, ik bid voor blijdschap. Ik bid voor doorbraak. Ik bid voor overwinning. Mijn God, u zegt mij dat er mensen hier zijn die niet kunnen bidden zoals ze willen. Dat ze vastzitten in hun gebedsleven. Ik bid voor die salving over hun, dat ze normaal zullen bidden na vandaag. Een bijzondere salving. Strek u uit. Een bijzondere salving. Ik bid mijn God voor mensen die twijfelen aan u, Heer. Dat die twijfel zal vergaan. Dat die twijfel weg zal gaan. Dank u, Vader, voor uw salving. Strek u uit. Komt u tot uw doel, mijn God. Mensen die u niet kennen, Heer. Dat ze vandaag het besluit zullen nemen. Om u te accepteren als hun heiland en verlossen. Mensen die weg zijn gebleven jaren van de gemeenten. Ik bid mijn God dat ze vandaag herstel zullen ervaren in hun hart. Zegenen. Strek u uit. We gaan deze dienst eindigen met hetzelfde lied waarmee wij de prediking zijn begonnen. God van trouw, u verander nooit. Kom maar, terwijl hij zingt, antwoordt hij. Eeuwige, u mijn vrede Heer, ik
U bent mijn rots, u bent mijn rots, wanneer ik wankel. U richt mij op, u richt mij op, wanneer ik val. Ik stel